Dus nu kan je zien dat dit nog in agrarische hand is, in de agrarische teelt. En aan de andere kant, daar zijn glas tuinbouw op de achtergrond. En op de voorgrond, er wordt Google gebouwd. En zo gaat het hele gebied, een kwart van de Wieringermeer, gaat er zo uitzien. Is er nog wat toekomst in de Wieringermeer? Dat vragen veel boeren zich af, nu ongeveer 7000 voetbalvelden aan landbouwgrond plaats kan maken voor kassen en datacentrums. Zo staat in het nieuwe gebiedsplan voor de regio. Het komt steeds dichterbij en daardoor kunnen we die kant op niet uitbreiden. Daarnaast zijn er boeren die uitgekocht worden voor Agriport, die ook hier in het gebied willen blijven. En dat geeft zo'n enorme druk op de grondmarkt, waardoor het voor ons als blijvers praktisch onmogelijk wordt om nog grond te bemachtigen. Boer Leo is niet de enige die zich zorgen maakt. LTO heeft meerdere reacties gehad van boeren in de regio die over hun toekomst inzitten. Het nieuwe gebiedsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Vandaag is de laatste dag om reacties in te dienen. Kijk, normaal dan moet je in je agrarische bestaan, in die 40 jaar tijd dat je boert, dan moet je eigenlijk je bedrijf de helft kunnen vergroten. Dus van 40 moet je naar 60 hectare kunnen. Maar het wordt de jongens nu steeds moeilijker gemaakt. Dus het is al heel strijd om hetgene wat je hebt, om dat in stand te houden. Stilstand is achteruitgang, maar groei wordt eigenlijk niet mogelijk meer. Dus daardoor boeien op de duur toch achteruit. De gemeente Hollands Kroon is een van de opstellers van het gebiedsplan. Zij konden vandaag niet reageren.